En meneer Valster ook nog. Mevrouw van Beukering. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begrijp de afweging die de staatssecretaris gemaakt heeft. Ik begrijp ook dat ervoor gekozen is om het via de ministerraad te doen. Ik begrijp dat allemaal wel. Maar ik lees ook tegelijkertijd dat de commissie gewoon duidelijk aangeeft dat omdat het zo lang geduurd heeft, dat dit wel een bijzondere situatie is. Dus ik begrijp de staatssecretaris die zegt, ja, als we dit gaan doen, dan komen we straks, omdat we onderdeel zijn van meer landsbeleid, komen we misschien met andere regelingen in aanmerking. Maar ik heb toch echt wel het gevoel, en dat heb ik ook in mijn bijdrage duidelijk gezegd, dat dit een bijzondere situatie is. Dus ik begrijp de afweging van de staatssecretaris, maar ik vraag toch of hij nog even zou kunnen reflecteren op hoe hij ernaar kijkt, omdat het zo lang geduurd heeft, of dat dan niet mogelijk toch een aanknopingspunt zou kunnen zijn om aanbeveling 11 wel over te nemen. Staatssecretaris. Voorzitter, het korte antwoord is daar, want we hebben hier ook met SZW onder andere over gesproken. En het andere belangrijk voorbeeld daarbij, echt volledig een analogie, ook eigenlijk in de tijdslijnen, is de asbestregeling. En daar is precies dezelfde afweging gemaakt als hier wordt voorgesteld. En we hebben de commissie niet zo specifiek gevraagd om naar die asbestregeling te kijken. Zij adviseren ons. Nou, we nemen bijna alle aanbevelingen over. Aanbeveling 9 net over gehad. Deze geef ik daarbij toe, echt ook een dilemma voor ons. In de brede weging, ook in het kabinet, hebben wij in ieder geval deze richting nu gekozen. Als we dat niet doen, dan is omgekeerd is de vraag, maar hoe gaan we dan richting asbest en enzovoort enzovoort. Dus dat is hoe wij de weging hebben gemaakt. Dan meneer Fritsma. Ja, voorzitter, ik hoor juridische argumenten, precedentwerking, rechtsongelijkheid, maar die argumenten kloppen gewoon niet. Want je kunt er een heleboel andere voorbeelden tegenover stellen. Aan één slachtoffer van een bombardement in Irak, waar Nederlandse vliegtuigen bij betrokken waren, is meerdere tonnen uitbetaald aan schadevergoeding. Maar als het eigen defensiepersoneel via leven ook is verwoest in beeld komt, dan worden er geen tonnen uitbetaald, er worden een paar duizendjes uitbetaald. En toen heb ik het kabinet niet gehoord over precedentwerking of rechtsongelijkheid. En die zaak in Irak betrof notabene een zaak waarbij het kabinet niet eens aansprakelijkheid erkende. De toenmalige minister heeft gezegd, we doen dit als humanitair gebaar. Ja, dat is een heel ander verhaal dan wat we hier horen. Want een humanitair gebaar, dan kunnen die Chrome 6 slachtoffers naar fluiten. En dat is ook rechtsongelijkheid. Dus nogmaals, voorzitter, de staatssecretaris moet toch erkennen dat dit heel krom blijft. Staatssecretaris. Ja, voorzitter, dat erken ik niet. Maakt vergelijking tussen voorbeelden die in mijn beleving niet met elkaar vergeleken kunnen worden. U gaf in uw betoog ook aan, en dat gesprek in uw eerste termijn ook aan, dat gesprek hebben we ook eerder gevoerd, waarbij ik juist van opvatting ben dat er rondom Chrome 6 eigenlijk twee dingen. Eén, en de heer Futselaar gaf dat aan, zoals de heer Van Dijk het ook vaak heeft aangegeven, en zoals ook Barbara Visser dat heeft erkend, dat hier vreselijk dingen fout zijn gegaan. Daarna, als je daarna ziet, en ja, ik moet toch constateren dat de commissie dat ook erkent, in de wijze waarop de Chrome 6-regeling is opgebouwd. U heeft aangegeven dat u vindt dat die causaliteit losgelaten moet worden. En dat is consistent in uw redenering, ook met wat u net aangaf. Maar het hele probleem daarbij is natuurlijk wel, hoe ga je dan uitleggen aan de ene persoon ten opzichte van de andere persoon, of ze wel of niet gelijk behandeld worden. Dus ook een van de vragen was volgens mij van de heer Boswijk, dadelijk ten aanzien van uw pomslocaties. Dat is precies ook dat punt. Dus ik hoor heel goed uw inbreng, maar de verantwoordelijkheid die ik als staatssecretaris heb, is ook dat ik inderdaad iedereen recht in de ogen kan aankijken en tegen iedereen kan zeggen dat hij of zij een gelijke behandeling heeft gehad. En daarvoor moet je afbakenen. En daarvoor moet je kunnen zeggen, ook tegen alle Nederlanders, dat op het moment dat je slachtoffer bent geworden van bijvoorbeeld asbest, dat je dezelfde behandeling hebt eigenlijk als Chrome 6, als weer andere gevaarlijke stoffen. Dus voorzitter, ja, ik ben bang. Ik snap, de heer Fritsma is consistent in zijn inbreng, maar we gaan elkaar daar op dat punt gewoon niet vinden. De zorgvuldigheid die wij betrachten en hoe het Chrome 6 is opgebouwd,
Daar sta ik achter. Dat doet niks af van de heftigheid uit het verleden. Maar ik vind wel dat er nadien in ieder geval een zorgvuldig programma op is gebouwd. Meneer Fritsma. Ja, voorzitter, dit was geen antwoord op de vraag. Want dit gaat over de causaliteit, de groepsomvang. Maar daar komen we straks op. Ik heb het over de hoogte van de schadevergoedingen. En ik wijs erop dat het argument van het kabinet niet klopt als dit wordt afgebakend naar lijnen van rechtsongelijkheid en precedentwerking. Want die lijnen laat het kabinet zelf juist los met het voorbeeld wat ik gaf. Als er meerdere tonnen worden betaald aan iemand uit Irak, dan gelden die argumenten niet. Dan wordt er een humanitair gebaar gemaakt. En ja, ik ben erin gedoken. Sorry dat ik even uitweid, voorzitter, maar dit is een belangrijk punt. De Groot Zes-slachtoffers zien toch ook wat er met de toeslagenouders gebeurt. Die krijgen als begin 30.000 euro, ongeacht de schade. Ik zeg niet dat dat onterecht is, dat is juist terecht. Maar hier gaat het over slachtoffers, hier gaat het over mensen die zijn overleden. Hier gaat het over mensen die ernstig ziek zijn geworden. Hier gaat het om mensen wie hun leven totaal is verwoest. En die krijgen een paar duizend euro. En dat steekt deze slachtoffers. En ik vind dat ze daar gelijk in hebben. Dus mijn vraag aan de staatssecretaris is, laat nou die argumenten een keer los, die juridische argument van precedentwerking en rechtsongelijkheid. A, ze kloppen niet. En B, het gaat hier gewoon om die slachtoffers gerechtigheid te geven. En dat doen we niet met deze bedragen. Staatssecretaris. Nou, voorzitter, de heer Fritsma maakt vergelijkingen tussen voorbeelden waar ik me gewoon niet in herken. Ik vind dat je Grom 6 op zijn merites moet beoordelen. En dat is gebeurd. En ik constateer ook dat de commissie op verzoek van de Kamer ook nogmaals heeft gekeken, juist naar het punt wat de heer Fritsma maakt. En de commissie in dat opzicht ook gewoon aangeeft dat de regeling, ik weet even niet precies wat het nou bijvoeglijk genaamd is, maar in orde is, in balans is, recht doet aan. De heer Fritsma heeft daar een andere opvatting over. De commissie heeft in ieder geval naar gekeken en sterkt ons in de gedachte dat we dit op een zonder enig afbreuk willen doen aan de heftigheid van wat onze mensen hebben meegemaakt en wat we als defensie, waar we verzaakt hebben in het verleden, dat de manier waarop we dit nu aan het oplossen zijn in orde is. Voorzitter. Ja. Dank, voorzitter. Ik meende net de staatssecretaris, voordat hij naar de Q-koorts overging, had ik eigenlijk gehoopt dat hij ook nog mijn andere vraag zou beantwoorden. Dat was namelijk ook over aanbeveling 11 en het verhogen van onder andere de materiële schadevergoeding. Of dat namelijk ook met terugwerkende kracht geldt voor reeds eerder ingediende verzoeken. Of dat misschien niet van toepassing is, dat zou ook kunnen. Voorzitter, het antwoord is ja. Dat wordt met terugwerkende kracht, ja. En ik haalde even de precedent en de tijdigheid, omdat die heel erg in de redenering past van hoe we naar 11 hebben gekeken. Dus ik heb nog een redelijke stapel aan vragen die ik zo doorga. En ik probeer af en toe, omdat ik in het geheugen heb wat er aan vragen is gesteld, de juiste verbinding op het juiste moment te maken. Maar ik kijk zo even, als het goed is kom ik aan al uw vragen toe. Maar het antwoord op uw vraag was ja. Dan kijk ik nog naar de... Als u... Ik ga alle vragen nog door, ja, zeker. Maar de heer Futselaar wil ook nog vragen stellen over wat nu gepasseerd is, denk ik. Meneer Futselaar. Ja, dank u, voorzitter. Toch nog heel even op de vergelijking met de asbestregeling. Want de staatssecretaris zegt dat is eigenlijk vergelijkbaar, omdat het ook een heel langdurig proces is geweest. Dat is waar. Maar het verschil is in dit geval is de overheid als werkgever eigenlijk de enige verantwoordelijke voor het probleem. En daar zie ik toch wel een verschil. We kunnen niet ook wijzen naar Ethernet of bedrijven of elders verhalen. Dit is iets waar uiteindelijk de overheid als werkgever anders had moeten handelen. En dat maakt het volgens mijn fractie, ook echt wel een andere casus. En zou dat niet alleen al genoeg grond moeten zijn om te zeggen, nou, als wij overheid fouten maken, dan hoeven we ons misschien niet te beperken tot... ik wil niet zeggen de minima van de wet, maar conform de bestaande wetgeving en regelingen. Want wij zijn de overheid en wij horen beter te zijn, zou ik bijna zeggen, dan de rest en niet gelijk. Staatssecretaris. Voorzitter, die redenering volg ik op voorhand niet. En daarbij de complexiteit dat ook als het gaat om asbest, kan de overheid natuurlijk als werkgever ook aan zet zijn. En dan zou je de situatie hebben, omdat je als inwoner van Nederland voor de overheid werkt en in een ander arrangement valt als dat je in de private sector werkt. Dus ja, ik volg die redenering op voorhand niet, voorzitter.
We zitten nu al in een situatie, voorzitter, dat als je als medewerker in Tilburg met Chrome 6 hebt gewerkt, je ook een andere soort vergoeding krijgt dan defensiemedewerkers. Niet dat ik niet begrijp waarom dat zo is, wil ik erbij zeggen, want de omstandigheden zijn anders. Maar wat ik mij wil zeggen is, elke casus is ook wel anders. Dus alleen zeggen, dit zijn de regelingen, we nemen het pakket over voor Chrome 6. Ik vind het niet de sterkste redenering, laat ik het zo zeggen. Als de staatssecretaris nog wil reageren, mag dat. Heel kort, voorzitter. Dank voor uw inbreng. Wat ik zo goed mogelijk probeer te doen, is aan te geven hoe wij met het dilemma omgaan. Hoe we ons als werkgever goed proberen op te stellen. Verantwoordelijk zijn, verantwoordelijk voelen, verantwoordelijk gedrag proberen te tonen. Ook fijn dat u zelf aangeeft van ik weet waarom die NS-situatie in Tilburg anders was. Dus ik ook, en daarom vond ik de vraag van mevrouw Van der Beukering ook scherp, net als die van u. Ja, laat nou goed, ontrafel nou even hoe de afweging heeft plaatsgevonden. En dit is de afweging zoals wij hem hebben gemaakt. Voorzitter, met uw welnemen ga ik de overige vragen door. En dat zijn er echt nog wel een aantal. Waarbij ik soms even goed moet spieken of ik het wel of niet al heb behandeld. Onder andere de vraag van mevrouw Van Beukering over is het staatssecretaris eens met de commissie dat het schrijnend is? Ik zoek even naar waarom u de vraag precies zo stelde, maar als mens absoluut ja. U stelde tevens de vraag of we bereid zijn alsnog aanbeveling 11 over te nemen. Volgens mij heb ik die voldoende beantwoord. Voorzitter, dan in de categorie gewoon overige vragen. De heer Futselaar vroeg over de regeling verruimen. Is de staatssecretaris het eens dat het besluit betekent dat je jaren hebt gewacht? De collanseregeling is trouwens, dat heb ik net nog niet gezegd, dat vraag al beantwoord. Maar de collanseregeling die is juist wel vanaf maart 2015 ook ingezet. Dus dat misschien op dat punt nog wel. En die regeling die is ruimhartig, zoals de commissie dat ook aangeeft. De lange duur heeft geen consequenties voor de uitgekeerde bedragen. Vraag van de heer Futselaar ook. Kan de staatssecretaris inzicht geven in de hoogte van het percentage in niet gehonoreerde aanvragen? Dat is ongeveer 50%. Afwijzingen veelal op grond van het niet voldoen aan de voorwaarden. Geen aandoening uit de regeling. En geen functie of werkzaamheden gehad bij Defensie. Dus dat zijn de belangrijkste punten op dat punt. De heer Futselaar, de uitvaartkosten, kunnen we ervan uitgaan dat die volledige kosten worden vergoed? Nou, die had ik al gehad, want het is ja. Er was nog een ander punt van de heer Futselaar. Ik had nog even op het vorige. Want die twee categorieën die de staatssecretaris noemde zijn natuurlijk nogal verschillend. Nooit bij Defensie gewerkt. Ik begrijp dat je dan niet in aanmerking komt voor de regeling. Maar een ziekte die niet op de lijst staat, ja, dat is natuurlijk waar wij allemaal, of wij allemaal, maar veel van ons toch wat recht erop gaan zitten van ja. Heeft dat dan? Dus ik zoek een beetje naar welke verhouding hebben we het nou over? Hoeveel mensen zijn er duidelijk ziek, hebben bij Defensie gewerkt, is geen wetenschappelijk causaal verband te halen, maar ja, proberen wel van die regeling gebruik te maken, omdat zij in ieder geval van mening zijn dat die ziekte wel gerelateerd is aan Chrome 6. Staatssecretaris. Ik hoop dat de heer Futselaar het goed vindt dat ik even de hulplijn inschakel voor de tweede termijn. Want anders, ik wil daar graag wat preciezer op kunnen zijn als een beetje graven in mijn geheugen. Ik hoef het ook niet op persoon compleet te weten. Dat snap maar een ik. Maar indicatie. U wil bij de drie categorieën, hoe is dat dan 10% van die 50 of zit dat er net anders? Daar een beetje gevoel bij krijgen. Ik ga kijken of ik daar in de tweede termijn u op kan bedienen. Dan heeft u ook de vraag gesteld, meneer Futselaar. Is het eerlijk dat werknemers de proceskosten moeten betalen? Voor Chrome 6 slachtoffers met een uitkering worden de kosten van de advocaat vergoed bij een claim bij de juridische dienstverlening. En zij worden erin ook tegemoet gekomen om de drempel te verlagen. Dus om ook gewoon in dat proces te komen. En dat is ook een toezegging die is gedaan naar aanleiding van vragen van u in 2019... De heer Boswijk die vroeg zijn vraag rondom die pompslocatie. En rechtvaardigt dat nu, u gaf wat verwijzingen naar wat de commissie daarover zei, en rechtvaardigt dat nu niet juist een aparte regeling? Ja, het RIVM heeft daar eerder naar gekeken. Juist de verkenning gedaan en aangegeven dat de arbeidsomstandigheden
vergelijkbaar zijn. Ik zou bijna willen zeggen, helaas, dat klinkt misschien gek, maar het had ook heel erg geholpen als we het juist wel hadden kunnen afbakenen. En als we daar dus uniek op hadden kunnen zijn. Alleen, ja, het RIVM heeft aangegeven dat het dus juist breder speelt binnen Defensie. En die conclusie die heeft ook de partiaire commissie eerder getrokken. Dus dat daarop. En we hebben nu specifiek nogmaals aan de commissie gevraagd om daar een uitspraak over te doen. En dat dus ook opnieuw onderschrijft, ondanks de opmerkingen die u citeerde uit de commissie. Het rapport van de commissie. De heer Fritsma, u vroeg nog steeds. U gaf aan dat wij nog steeds slachtoffers in de steek laten. Omdat we enkel het punt waar we net over even hadden, en de heer Frits, of de heer Futselaar ook op aanslaat, het causale verband, die discussie. En ja, ook daar geldt, we hebben natuurlijk die causaliteit die gewoon wetenschappelijk is aangetoond. Maar goed, we hebben dit gesprek natuurlijk veel vaker gevoerd. En logisch ook, want het is een heel belangrijk gesprek. En ook die categorie 2, waar de aandoening verdacht wordt, oorzaak te zijn van Chrome 6. Daar hebben we hem inderdaad, daar houden we de afbakening op. En dat klinkt weer zo vreselijk, afbakening, maar dat heeft er wel mee te maken, en het gesprek net ook met de heer Fritsma gehad, op een moment dat je eigenlijk zegt van, ja, het is, we hebben niet eens een verdenking ervan dat die causale relatie er is. Ja, dan wordt het gewoon heel erg ingewikkeld. En dan is het uiteindelijk ook de vraag van, ja, waar baken je dan inderdaad af? En dat is een principekeuze die eerder is gemaakt. En waar nu ook de commissie, tot uw teleurstelling hoorde ik u zeggen, ook opnieuw naar heeft gekeken en heeft aangegeven dat de juiste manier is om hiermee door te gaan. Dus ik ben bang dat we elkaar daar niet in vinden, maar dat is wel hoe de regeling is opgebouwd en ook hoe de commissie aangeeft dat we daar verstandig aan hebben gedaan. Meneer Fritsma. Ja, maar erkent de staatssecretaris dan dat een deel van de slachtoffers nooit erkenning zal krijgen voor de ziekte die ze hebben en de schade? Want kijk, nu werkt het zo dat het RIVM jaarlijks of periodiek bijhoudt of die lijst waar we het over hebben moet worden bijgesteld. Dat gebeurt ook af en toe. Maar stel als over 15 jaar er een nieuwe ziekte op de lijst komt, ja, dan is dat toch voor veel slachtoffers, most het naar de maaltijd, dan zijn ze misschien al lang aan die ziekte overleden. Dus die systematiek klopt niet, omdat een deel van de slachtoffers op deze manier nooit zijn of haar recht kan halen. Dat moet de staatssecretaris toch ook storen. Staatssecretaris. Nou, voorzitter, maar dan pretendeert de heer Fritsma dat hij dus wel de zekerheid kan bieden over dat gebeurt. Wat ik juist zo goed vind aan de manier waarop het rondom Chrome 6 nu is opgebouwd, juist dat we die ene stap verder, juist ook op uw aandringen als Kamer, gaan nou niet alleen die eerste categorie waarbij het onomstotelijk wetenschappelijk is vastgesteld, maar gaan nou ook die één stap verder op ten aanzien van de aandoeningen, waar er in ieder geval enigszins wetenschappelijke onderbouwing voor is dat er een verdenking is dat die ook in aanmerking zou moeten komen. De heer Fritsma, die zegt, ga nou nog een stap verder. En dan krijg je hem dus gewoon niet afgebakend. Want dan ga je ook vergoeden op basis waarvan je eigenlijk geen aanleiding hebt om dat te doen. En voorzitter, vind ik dat we hier de goede weg in hebben gekozen. Meneer Fritsma. Voorzitter, dat verhaal van die afbakening klopt niet. Dat stoorde mij ook in het rapport van die commissie Heerma van Vos. Want de derde categorie slachtoffers krijgt ook geen vergoeding. En die derde categorie slachtoffers bestaat uit, ik citeer, gevallen waarbij enkele wetenschappelijke aanwijzingen zijn dat blootstelling aan Chrome 6 de betreffende ziekte kan hebben veroorzaakt. Dus dan zijn er al enkele wetenschappelijke aanwijzingen. En dan nog steeds kunnen mensen fluiten naar een vergoeding. Dat klopt gewoon niet. En categorie 4, dat is de categorie waarbij geen aanwijzingen zijn. Maar alleen al het verschil tussen categorie 3 en 4 is toch hartstikke duidelijk. Dan zou je gewoon die afbakening toch in ieder geval kunnen volgen, voorzitter. Staatssecretaris. Nee, voorzitter, dan treed ik in herhaling. Maar categorie 1 kan de ziekte veroorzaakt hebben bij mensen. Gewoon
onomstotelijk aangewezen door het RIVM. Categorie 2 wordt ervan verdacht deze ziekte te kunnen veroorzaken. Dan gaan we al verder dan het huidige burgerlijk wetboek. Categorie 3, waarvan de heer Fritsma zegt dat zou je ook moeten doen. Dat doen wij niet als er onvoldoende duidelijk is. En je moet natuurlijk inderdaad wel gewoon een onderbouwing hebben, een grondslag hebben, om ook gewoon over te kunnen gaan dan tot die erkenning en tot die vergoeding. En ja, voorzitter, daar gaan we elkaar niet op vinden. Meneer Fusselaar. Ja, om hier toch nog even op door te gaan, voorzitter. Want volgens mij, wat hierboven hangt, is degene die verantwoordelijk is. En ik begrijp het argument van causaliteit. Alleen toch, dan is het uiteindelijk de slachtoffer die moet het slachtoffer dat moet aantonen dat er causaliteit is. Je zou het ook kunnen omdraaien. Er is een categorie mensen die zijn ziek en die hebben gewerkt voor de defensie in deze periode. Dat is op zich al een afbakening. Die categorie, zou ik bijna zeggen, laat defensie maar bewijzen dat er geen causaal verband is. En dat is heel, heel onaangenaam en moeilijk om te doen. Maar goed, dat is het nu voor deze groep mensen ook. Die ja, elk jaar maar hoopt dat er ergens een onderzoek wordt gedaan waarin er misschien toch een verband wordt gelegd. We zien uit de getallen, het gaat hier om, schat ik in, honderden mensen at most. Maar daar krijg ik in de tweede termijn nog iets over te horen, denk ik. Dus ik vraag mij toch af, hoe groot is het probleem om die regeling uit te breiden naar categorie 3? Ook in het licht van het feit dat dit uiteindelijk de schuld is van de werkgever, de situatie. Ik bedoel, daarover is geen misverstand. Staatssecretaris. Over de laatste is geen misverstand, voorzitter, dat klopt. Maar dan toch even, meneer Futselaar, om uw gedachten te volgen. Hoe ziet u dat voor u? Want geldt dat voor alle ziekten? Geldt dat ook als überhaupt niet duidelijk is of dat door Defensie komt? Maar ik bedoel, mensen kunnen natuurlijk gewoon ziek worden, ongeacht of ze bij Defensie gewerkt hebben of niet. Dus, en dit is niet om flauw te doen, maar het is gewoon om u even mee te nemen in de afwegingen waar je dan voor staat. Hoe denkt u dat dan af te bakenen? Voor welke ziekte? Moet er wel een causaliteit zijn dat je bijvoorbeeld überhaupt in aanmerking bent gekomen met chroom of met andere gevaarlijke stoffen? Dus ik snap, ik heb ook die emotie dat je maximaal wil gaan. Maar uiteindelijk moet het uitlegbaar zijn. En niet alleen naar de mensen die dan bij Defensie hebben gewerkt of met Chrome 6 te maken hebben gehad, maar eigenlijk naar iedereen. En dat, ja, tenzij u nu aangeeft, het maakt uit of je bij de overheid werkt of in het bedrijfsleven. Maar goed, ik vind dat je gewoon als werkgever, alle werkgevers in Nederland, dezelfde verantwoordelijkheid hebben. Even slaan. Nou, voorzitter, dat vind ik niet. En ik vind sowieso niet dat wetgeving en regelingen betreft dat dit het minimum is te alle tijden. Het is of wel het minimum, maar niet het maximum is wat je uitkeert. Het is een minimum. Zo is het bedoeld. En ja, de staatssecretaris heeft gelijk. Als je het zo doet, dan plaatst dat Defensie in een ingewikkelde positie. Want plotseling is de bewijslast elders verschoven. Maar ik zou bijna zeggen, dat is een consequentie van schuld. Dat je in een onaangename positie komt. Als dan toch moeten afbakenen, dan zou ik in ieder geval zeggen dat we beginnen met die lijst van mensen die zich al hebben gemeld. Want dat is een duidelijk beperkte afbakenbare groep. Tot slot op dit punt de staatssecretaris. Ja, voorzitter. Pardon. Voorzitter, ik stel de vraag om gewoon helder te maken in wat voor dilemma je dan zit. Ik vind het juist heel erg goed dat wij daar waar het aantoonbaar is, dus die categorie 1, doen het. Categorie 2, de twijfel, schuiven daarin op. Categorie 3, daarvan is ook gewoon niet meer aantoonbaar, niet meer aanduidbaar dat het daadwerkelijk door Chrome en Defensie komt. Dus ik ben bang dat de heer Futselaar en ik niet op één lijn gaan komen. Voorzitter, ik kijk nog eventjes welke andere vragen nog open stonden. De heer Fritsma, hebben we al even besproken, de hoogte van de schadevergoeding te laag, gaf hij aan. Zorg voor betere schadevergoeding. We hebben hier natuurlijk juist ook met de bonden gezocht naar wat recht doet. Daar dat gesprek ook over gevoerd. En indien er, ja, want u gaf een gemiddelde, maar er zijn natuurlijk ook gewoon wat altijd heel specifiek gekeken. Indien er ook meer schade is, zijn er claims die worden ingediend en die worden ook vergoed. Mevrouw van der Beukering, u had het over het woord souplesse en ruimhartig. De commissie gebruikt het woord
souplesse. En, als het goed is, hebben wij juist daar waar we verwijzen ook naar datgene wat de commissie zegt, ook dat woord gebruikt. En juist bewust zelf geen ander woord gebruikt, omdat we aangeven hoe de commissie daarover denkt. Dus we hebben dat zoveel als mogelijk aangesloten bij de schrijfwijze van de commissie. Maar ik had inderdaad ook uw woorden kunnen gebruiken. Dus als u dat comfort biedt, kan ik dat daarover zeggen. Voorzitter, dat was op Groom. Dan... kan ik nu toch nog in de tweede helft van Groom de heer Futselaar misschien nog proberen te bedienen op zijn vraag van de 723 aanvragen. Ik lees hem gewoon even op. 723 aanvragen. 384 toekenningen, 306 afwijzingen. Dat is ongeveer die 50-50. En afwijzingen op grond van niet voldoen aan functie werkzaamheden is ongeveer 1/3. Afwijzingen op grond van geen aandoening uit de regeling ongeveer 2/3. Dat is gebaseerd op de gegevens 1 maart 2021, moet ik erbij zetten. Dus, maar het ging u om een inschatting volgens mij. Voorzitter, dan ben ik bij nog een aantal andere vragen. Te beginnen bij de heer Boswijk. Aan de goede voornemens op veiligheid, zoals sociaal en fysiek, ontbreekt het niet. Geeft hij aan? Nee, dat klopt. Vraag is wel, hoe wordt de voortgang gemeten en verbetert de fysieke en sociale veiligheid? Het belangrijk om dat inzicht te hebben. En ja, ik vond op zich wel, in uw tweede vraag sprak u over, we moeten de monitoringslast niet te hoog maken. Maar we willen u ook inzicht geven op deze vraag. Dus dat vond ik op zich al interessant om even naar te luisteren. Wij gaan in het jaarverslag van de CUD en de staat van Defensie, die op verantwoordingsdag aan de Kamer wordt aangeboden, gaan we daar dieper op in, op waar we ook staan. We zijn er nu in beeld aan het brengen. En periodiek hebben we ook medewerkerstevredenheidsonderzoekingen. En spreken we natuurlijk in het comité van het Veiligheidscomité onder leiding van de SG, waarin dit ook gewoon een permanent gesprek is. En de Inspectie Veiligheid Defensie met voorvallenonderzoek en het systeemgerichte toezicht helpt ons ook bij het scherp houden op dit punt. Ik dacht dat de heer Boswijk, anders ga ik door. Ik pak anders meteen zijn tweede vraag. De heer Boswijk, ik wil toch even reageren. Gaat u gaan. Nee, meer, dat kan misschien niet goed in mijn bijdrage over, maar ik concludeer inderdaad dat het een tegenstrijdig belang is. Hè. Enerzijds willen we de vinger aan de pols houden, anderzijds gaan we onder en allemaal checklistjes. Dus ik zie exact die spanning ook. Dus, maar goed, ik heb alle vertrouwen in dat jullie daar een goede afweging in maken. Dank. En overigens op je tweede vraag, even uit mijn hoofd van, juist, ga nou niet in de overdrive, wat de IGK aangaf. Ja, dat klopt. Maar ook daar is het dus wel weer een balans. En dat was ook de vraag van mevrouw van der Beukering. Dat juist bij een groeiende organisatie veiligheid weer vanuit de nieuwe dimensie ook heel veel aandacht van ons vraagt. En dat zie je ook bij IVD-onderzoeken. Het laatste IVD-onderzoek, waar natuurlijk ook wordt aangegeven van, nou, hier hebben we een aantal aanbevelingen, maar ga nou niet weer regels maken. Probeer nou gewoon nog beter toe te passen wat je eigenlijk al in gang hebt gezet. Mevrouw van der Beukering vroeg, klopt het dat de Kamer inzicht krijgt in de sociale veiligheid per defensieonderdeel? Niet in de staat van defensie, wel in het jaarverslag integriteit defensie op verantwoordingsdag. Dus ja, maar niet op de plek waar u dacht dat het zou komen. Dan... ook een vraag van mevrouw van der Beukering. Hoe werkt de staatssecretaris aan oplossingen om mensen veilig en gezond op de werkvloer te houden? Absoluut prioriteit. Ik neem het. Dit is onderdeel van mijn wekelijkse gesprekken. Ik herken wat u zegt, ook als het gaat bijvoorbeeld over werkdruk. Het betekent dat Defensie ook gewoon moet prioriteren. Onze Defensie-nota. Waarin al onze plannen staan en de extra middelen die de Kamer ook aan Defensie heeft gegeven. Dat is goed nieuws, maar tegelijkertijd zien we wel gewoon, en zeker zoals u dat zelf ook al aangaf, waar we 2 opdrachten, Defensie versterken en Oekraïne steunen. Ja, en die staan soms ook gewoon op spanning met elkaar. Want mensen bij onze materieelorganisatie kunnen maar in 1 project tegelijkertijd werken. Dus dat gesprek dat voeren we intern. De minister en ik vragen ook aandacht bij de bestuursraad om dat breed in de organisatie dat gesprek aan te voeren. En ook als dat betekent dat we misschien wat pijnlijkere prioriteringsdiscussies aan moeten gaan. En als dat zo is, komen we natuurlijk ook bij u
op het net. En meer in de breedte ten aanzien van veiligheid en gezonde werkomgeving. Onze leidinggevenden die hebben dit ook echt als expliciet punt om met elkaar over te spreken. En onze vertrouwenspersonen natuurlijk, ook daar. Dus op alle lagen, eigenlijk op alle geledingen in de organisatie laten we dat terugkomen. Inclusief natuurlijk gewoon in ons opleidingsaanbod, de volle breedte van onze organisatie. Vraag die u ook had gesteld, was de IGK wijst op grensoverschrijdende opmerkingen. Waar gaat het mis? Ja, dat treffende korte vraag. En daar is geen kort treffend antwoord op, maar ik ga wel een poging doen. Binnen Defensie is natuurlijk absoluut geen plaats voor grensoverschrijdende opmerkingen. En wij zijn de grootste werkgever van Nederland, bijna 70.000 mensen. Dus ik ga nu iets zeggen wat niet is om het af te doen, maar het is ook weer niet gek dat, gelet op de discussie breed in de samenleving, dat ook bij Defensie dergelijk ongewenst gedrag naar boven. Het zou bijna raar zijn als het niet zo was, want dan had u waarschijnlijk aangegeven, hier klopt iets niet. Leidinggevenden vervullen een essentiële rol bij het zorgen voor die veilige werkomgeving. En zij, net als ikzelf, hebben die voorbeeldfunctie. En we investeren nu structureel ook in leiderschapsontwikkeling. Door onder andere veiligheid onderdeel te maken van de initiële opleidingen, waaronder bij de officiersopleidingen. En het expertisecentrum voor leidinggevende Defensie biedt ook opleidingen en trainingen specifiek voor leidinggevenden. Dus waar gaat het mis? Daar kan ik niet de vinger op leggen. We zijn wel vol in de benen om de signalen die ook de IGK aangeeft, om die goed een plek te geven. Werkdruk heeft u een vraag over gesteld, maar die heb ik volgens mij beantwoord. Voorzitter, daarmee ben ik aan het eind van mijn eerste termijn. Mevrouw van Beuken. Ja, voorzitter. Dank aan de staatssecretaris voor de beantwoording. Kijk, wat ik namelijk aangaf, en dat was eigenlijk waarom ik vroeg waar gaat het nu mis, is dat de opmerkingen voor bijna de helft van meerdere komen. En vervolgens overtreders niet lijken te zijn gewezen op hun gedrag. Dus ik ben, tenminste dat heb ik uit het stuk gehaald. Dus ik ben op zich wel heel blij dat u zegt wat er allemaal in gang wordt gezet. Leiderschapscursussen, trainingen, dat er aandacht voor is. Maar het aanspreken op gedrag, volgens mij is dat natuurlijk wel een wezenlijk onderdeel. En dat was mijn vraag, waar gaat het eigenlijk mis? Waarom is dat niet gebeurd? En daar, voorzitter, zou ik nog graag een reactie op ontvangen. Staatssecretaris. Nou, dat ik dat herken, voorzitter. Ik denk dat wel. Sorry hoor. Ik denk dat we als Defensie daar ook absoluut nog wel stappen te zetten hebben. En het aanspreken, een brede cultuur van... Ook dit is niet om het af te doen, maar waar Defensie vandaan komt. Organisatie die op bezuiniging te maken heeft gekracht, te maken heeft gehad. Misschien op onderdelen ook wel in een kramp terecht is gekomen. Een druk is gekomen om geen fouten te maken. Ja, dat is ook daar allemaal een gevolg van. En we zijn nu in een organisatie die we aan het moderniseren zijn, komen mensen bij. En waarbij leren en ontwikkelen een kernkwaliteit is. En dat betekent ook dat je elkaar moet kunnen aanspreken als de dingen niet goed gaan. Dan spreek je elkaar aan om te kijken hoe kan het de volgende keer beter. En niet zozeer om te zeggen waarom moet iemand nu een correctie krijgen. Of moet er iemand ergens voor gestraft worden. Nee, en die geest, een leren en ontwikkelende organisatie, waar we aanspreken en gewoon elkaar op professionele manier feedback geven. Daar hebben we als Defensie ook nog stappen in te zetten. Dat klopt. Dan zijn we daarmee gekomen aan het eind van de eerste termijn van de kant van de staatssecretaris. Ik kijk of er behoefte bestaat aan een tweede termijn. Dat is wel het geval. 2 minuten, geen interrupties. De woord is aan de heer Futselaar. Dank u, voorzitter. Ik denk niet dat ik die 2 minuten nodig ga hebben. De staatssecretaris en ik constateren het af en toe niet met elkaar eens te zijn. En dat moeten we dan maar met moties oplossen. Dat is alvast een soort vooraankondiging voor het eind, voorzitter. Ik heb 2 vragen eigenlijk nog. De eerste, een beetje terzijde, maar dit is eigenlijk allemaal begonnen met die POMS-locaties. En een van die locaties bij Friesveen is weer geopend vanwege conflict met Oekraïne. Ik vroeg mij af of de staatssecretaris zeker weet dat daar nu veilig met stoffen wordt gewerkt. Om te voorkomen dat we hier over 40 jaar weer zitten. En de tweede is een veel bredere vraag. Kijk, we zien nu, ook wij spreken geregeld met oud-medewerkers en... Als je kijkt naar die lange strijd voor hun recht, dan zijn mensen om verschillende redenen afgehaakt. En soms doordat ze overleden zijn, soms doordat ze ziek zijn. Maar ook soms gewoon omdat ze de moed aan het opgeven zijn. Omdat het lang duurt, omdat ze het idee hebben dat ze geen gelijk hebben. En ook een beetje voor die mensen zou ik de wat meer algemene vraag willen stellen. Wat is nou de grootste les die Defensie heeft geleerd van deze hele affaire
zeg maar van de afgelopen 30 jaar. Ook misschien specifiek over hoe je omgaat met oud-werknemers. Dank u wel, voorzitter. Dank meneer Futselaar. Meneer Vosser. Ja, ook dank van mijn zijde, voorzitter. Ik zei het in eerste termijn ook al, we bespraken het eindrapport Chrome 6, maar het is allerminst het einde van het dossier Chrome 6. En hoewel de commissie concludeert dat er voldoende ruimhartig en evenwichtig door Defensie tegemoet is gekomen, zal dat voor velen nooit zo voelen. Ik dank de staatssecretaris ook voor de toezegging die hij heeft gedaan, dat hij nog eens bij de commissie gaat dubbelchecken. Ja, op voorbeelden waaraan wordt gerefereerd in aanbeveling 9. En daar hoor ik hem graag op terug voor het einde van dit jaar. Dank u wel. Dan meneer Boswijk. Ja, voorzitter, zonder in herhaling te vallen zal ik me aansluiten bij de woorden die collega Valstra zojuist heeft gesproken. Dank u wel. Helder. Meneer Fritsma. Ja, voorzitter, wat mij tegenvalt, zowel van de commissie Heerma van Vos als van het kabinet, is dat het belang van de slachtoffers gewoon niet centraal staat. Als we kijken naar de gebruikte argumenten, dan komen we op precedentwerking. We komen op onvoorzienbare kosten. Met andere woorden, de staatssecretaris wijst op het belang van de staatskas, niet op het belang van de slachtoffers. En ja, voor wat betreft die causaliteit, dat is een heel belangrijk punt. Want om een voorbeeld te noemen, ik denk dat we allemaal wel gesprekken hebben gevoerd met veel van deze slachtoffers. Eén man zei, die heeft jarenlang op een pompslocatie gewerkt, jarenlang blootgesteld aan chroom 6, verf, heeft ziek geworden, zichtbaar ziek geworden, kan ik erbij zeggen. Maar hij heeft geen poot om op te staan, omdat zijn ziekte niet op die RIVM-lijst staat. Ja, voor zo'n man is dit natuurlijk geen gesloten boek. En dat trekt de PVV-fractie zich echt aan. En om nog maar een vergelijking te maken, die causaliteit of die omgekeerde bewijslast, die discussie hebben we ook gehad met aardbevingsschade in Groningen. Toen werd op precies dezelfde punten gewezen. Maar uiteindelijk is daar wel gekozen voor omgekeerde bewijslast, omdat het kabinet erachter kwam dat er anders te veel mensen in de steek zouden worden gelaten. Dat is hierbij ook zo. Ik heb ook behoefte aan een 2-minuten debat. Ik zal een motie indienen, ook over die omgekeerde bewijslast. Dus dan hoop ik dat we daarmee verder komen, voorzitter. Tot zover. Dank meneer Fritsma. Dan mevrouw Van Beukering. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik merk dat ik het niet helemaal eens ben, of helemaal niet eigenlijk, met mijn buurman van de PVV, mijn collega. Want ik heb de staatssecretaris heel nadrukkelijk horen zeggen dat hij zich wel inzet voor de slachtoffers en dat hij ook als mens het ook wel lastig vindt. Maar ook gezien zijn rol binnen het kabinet en het feit dat het in de ministerraad is besproken, waardeer ik het juist heel erg dat de staatssecretaris deze woorden net gebruikt heeft. En wel bij mij in ieder geval zeker de indruk gewekt heeft dat hij echt aan alle kanten geprobeerd heeft om ook in de aanbevelingen te kijken wat er nog wel mogelijk is. En voorzitter, daar heeft hij mij net wel in overtuigd. Dus ik wil de staatssecretaris daar hartelijk voor danken. Ik dank hem ook voor de opmerking die hij maakte over het tegengaan van de werkdruk en zorgen voor een sociaal veiligere omgeving in een veranderende defensiemacht. Dus ik denk dat wat dat betreft voor deze 60 afdoende de onderwerpen aan bod zijn geweest. Dank u wel, voorzitter. Dank u. Dan is het woord aan de staatssecretaris. Voorzitter, dank. Twee vragen nu van de heer Futsla. De eerste is, kan ik garanderen? Nou, dat wordt garanderen. Nee, ik zie al non-verbaal, zo bedoelt hij hem ook niet. Maar ik kan het volgende over zeggen. De eerste plaats, ons beleid is in orde. Dus op papier klopt het. In de tweede plaats, bekendheid aan het beleidgever is de communicatie. In de derde plaats, en dat is, die opdracht heb ik gegeven nadat ik op verzoek ook van de heer Van Dijk veel gesprekken heb gevoerd. Want dat zal anders uw vraag zijn. Ja, dat is mooi dat het op papier klopt. Maar hoe zit het in de praktijk? Ik heb ook opdracht gegeven om in de praktijk juist om te valideren of we ook nu langs onze regels leven. En dat betekent gewoon dat er bezoeken worden gebracht. En dat we gewoon kijken of wij ons aan onze eigen regels houden op dat punt. Want het zit vaak, en dan kom ik toch ook wel even, toch misschien wel even terug bij de heer Boswijk. Regels rondom veiligheid en gevaarlijke stoffen, denk ik in het bijzonder, worden voor onze mensen gemaakt om ze op een veilige manier te laten werken. Tegelijkertijd, dat hebben de gesprekken mij ook geleerd, juist ook met mensen die slachtoffer zijn geworden van Chrome 6, dat het vaak heel erg gewoon de praktische dingen zijn waarop je je werk doet. Dat je gewoon ook
bijna de toewijding, de professionaliteit, het vakmanschap. Dat er soms ook voor kan zorgen, ja, maar dan doen we het zus of zo. Maar dat is dan misschien niet de meest veilige manier. Nou, dan moeten wij ook onze mensen in bescherming nemen door ervoor te zorgen dat ze ook echt op de volle breedte gewoon volgens de meest veilige... Het is aan ons als werkgever om die veilige situatie te creëren, maar het is ook aan ons als werkgever om permanent te blijven kijken en het gesprek te voeren met onze mensen, dat die regels er juist ook niet voor niks zijn. En dat zit hem dan dus ook in die validatie. Dus het kan op orde zijn, we kunnen erover communiceren, maar we moeten ook gewoon op de werkvloer kijken of het dan goed wordt nageleefd. Uw tweede vraag. Wat is nou de grootste les? En ik vind dat een hele mooie vraag. Ik kan hem ook alleen beantwoorden vanuit hoe ik het nu ervaar en hoe ik het zie. En als ik bij aantreden... Natuurlijk heb ik gewoon als inwoner van het land toen een berichtgeving over Chrom gezien. En toen ik deze rol mocht gaan doen, ben ik alle dossiers ingedoken. En de grootste les die, denk ik, Chrom met zich mee moet brengen, is dat je als Defensie tijdiger signalen die ook van onderop komen, dat die sneller door moeten klinken in van, maar wat doen we daar nu mee? Dus dat is mijn persoonlijke observatie. En dat denk ik in de volle breedte, want een groot werkgever met zo'n bijzondere taak, met een, nou, wat ik net ook zei, een enorme toewijding, die spanning tussen die kwaliteit die je hebt als Defensie van hup en gaan en we regelen het, en aan de andere kant die signalen die dan komen om die tijdig genoeg op waarde te schatten. Ik, in het verlengde daarbij zeg ik dat juist de ervaringen met Chrom 6 niet alleen voor Defensie, maar ook breed, want als je bijvoorbeeld nu naar dat Lexis kijkt, dat gewoon het instituut wat nu naar gevaarlijke stoffen kijkt, de waarde die juist de Chrom 6 benadering heeft gehad, gewoon voor hoe je met gevaarlijke stoffen omgaat in Nederland, ja, die impact is er ook. En dat doet natuurlijk helemaal niks af aan het vreselijke leed wat onze medewerkers hebben ervaren, maar ik denk wel dat er in ieder geval op die manier ook wel heel erg veel lering uit is getrokken. Dus dank voor je mooie vraag. Dat was mijn persoonlijke kijk daarop. Maar ook wel dat ik dus heb gezien hoe het juist in de verbreding interdepartementaal ook gewoon zijn plek heeft gekregen. Dat waren twee vragen van de heer Futselaar. De heer Fritsma heeft aangekondigd dat hij behoefte heeft aan 2 minuten. Dus ik denk dat we dan nogmaals het gesprek voeren zoals we het eerder hebben gehad. En verder volgens mij geen vragen, voorzitter. Dan zijn we aangekomen op het moment waarop ik de toezegging zal voorlezen zoals de G4 die heeft genoteerd. Het is een toezegging aan de heer Valster en die laat als volgt. De staatssecretaris zal bij de commissie Heerma van Vos navraag doen of er voorbeelden bekend zijn waarbij de forfaitaire vergoeding niet representatief was voor de gemaakte medische kosten en de Kamer daarover informeren voor het wetgevingsoverleg personeel in november van dit jaar. Akkoord van beide kanten. Ja, dan is er ook genoteerd dat het 2 minuten debat eigenlijk al was aangevraagd door de heer Futselaar. En wij zullen regelen dat op de plenaire agenda komt. En we hebben genoteerd dat de heer Fritsma dan als tweede heeft aangegeven dat hij daar ook wil spreken. Dan dank ik iedereen voor zijn en haar inbreng, de staatssecretaris voor de beantwoording. En dan sluit ik dit debat.